Hoi, ik sta hier vandaag in Nijmegen en ik ga zo meteen een bakje koffie drinken met Mara en een rondje door de stad lopen. En volgens mij komt ze daar net aan. Hoe is ie? Ik was een tijdje best wel gewoon down en gefrustreerd en ik zat in zo'n sleur een beetje. En dacht ik, ja, nou, hoe kan ik eruit komen? Ik dacht, nou, het beste is om denk ik gewoon even hier allemaal achter te laten. Gewoon helemaal andere omgeving, nieuwe mensen, nieuwe ervaringen. En ja, het heeft me geholpen. Ik ben uiteindelijk naar Indonesië geweest. Ik wou sowieso in Indonesië al een keer, omdat ik Indonesische roots heb. Dus ik was wel benieuwd hoe het daar zou zijn en of ik, of ik daar iets van mijn historische achtergrond, weet ik wel, mijn roots kan achterhalen. Hoe zag die reis er een beetje uit? Wat heb je gedaan? De eerste twee weken heb ik vooral gewoon heel erg relaxed en tot rust gekomen en een paar nieuwe mensen leren kennen. Gesurfd. En dat was echt heel leuk. Dat is echt heel tof. En wat heb ik nog meer gedaan? Vulkaan beklommen. Midden in de nacht om de zonsopkomst te kijken. Naar aapjes wezen kijken. Van alles en nog wat. Hoe was het om weer de eerste dag in de zaal te staan? Dat was zeker wel even wennen. Omdat ik, we hebben ook een hele andere groep nu. Met heel veel kleine meisjes. En, dat was wel even wennen. Maar het was wel echt heel fijn dat ze wel een soort thuis komen. Dus het was wel fijn om weer gewoon lekker met turnen bezig te zijn. En gewoon, ik realiseer me wel dat ik het wel gemist had. En dat ik het wel gewoon leuk vond om erover de kop te gaan en zo. Ik ben wel echt wel opener geworden ook. En spontaner. En ik doe gewoon sneller dingen die ik eerder niet zou doen. Dus dat vooral gewoon, ik heb minder druk. Okay. Cheers. Ik heb een goed gezegd. En hoe is het nu met je lichaam? Want je ging natuurlijk een beetje geblesseerd eruit. Met mijn lichaam gaat het op zich wel goed. Ja, er zijn altijd wel struikelpuntjes, maar mijn enkel gaat weer beter. En gewoon rustig opbouwen. En ik heb vooral in het begin veel krachttraining gedaan. En niet heel veel geturnd. En pas na twee maanden ging ik echt pas weer elementen echt doen. Dus ja, heel rustig opgebouwd. En kleine klachtjes hier en daar. Maar dat is voor erbij. Hoe heb je de motivatie gevonden om van twee maanden vakantie eigenlijk toch weer naar 30 uur per week in de zaal te staan? Ik had eerst in het begin dus helemaal geen motivatie voordat ik op vakantie ging. Die was echt best wel een beetje weg, zeg maar. Omdat het zo slecht ging. Maar daarna had ik heel veel energie gekregen. Ik weet ook niet precies hoe dat werkt. Maar ik was gewoon op vakantie en ik dacht, ik heb wel weer zin om te turnen eigenlijk. Dus je miste het toch om in de zaal te staan? Ik miste het wel echt heel erg, ja. Ik ben wel heel veranderd, dat is wel echt waar. Ik ben een beetje spontaner. Ja, ik ben gewoon losser geworden, denk ik. En blijer in ieder geval. En dat vooral. Ja, klopt. Ja, stuk gezelliger mens. Ja. Ja. Heb je jezelf ook nu een doel gesteld die je terug kan van, dit wil ik weer bereiken? Of sta je er toch anders in? Nee, ik sta er heel anders in. Vroeger was het heel erg gericht op één doel. En dan ging ik daar ook echt volom. Ja, ik ga er nu altijd volom 100% voor. Ik had wel echt één vast doel. En nu heb ik vooral iets van, ik ga gewoon lekker turnen en ik probeer zo goed mogelijk weer terug te komen. En het NK is dan een beetje mijn doel, maar ik heb niet per se meer van, ik wil echt per se dit halen of zo. Ik geniet vooral veel meer van wat ik nu kan doen. En ik ben sneller tevreden. Hoe ziet jouw komende periode eruit? Elke dag trainen, fit worden. Daar is vooral mijn focus op, dan op turnen dus. En mijn examens afronden. Dat is het laatste jaartje in de basisschool. Dus dat is best wel belangrijk. Dan ik eindelijk mijn diploma in de pocket. Vooral trainen richting de NK is wel het doel dan. Dus het ligt natuurlijk een beetje aan hoe mijn enkel gaat en hoe fit ik ben. Dus ik ga niet meedoen als ik niet fit ben. En ik heb dat ook met mezelf afgesproken. Ik ga echt pas weer iets doen als ik echt er klaar voor ben. Dus Succes met deze week. Jij ook. Doei.